welkom. En in deze video ga ik het met jou hebben over hoe dat je eigenlijk kan gaan healen met vlammen. Of hoe dat in zijn werk gaat. Zelf ben ik een natuurlijke healer. En dat betekent dat sinds ik geboren ben, ik codes in mijn energie en mijn lichtlichamen heb. Die een heelde werking hebben op mensen die in mijn energie vertoeven. Nu, ondertussen ben ik zo verder ontwikkeld als ziel dat ik me meer herinner van waar ik werkelijk toe in staat ben als healer. Of als energie, of als ziel, of hoe dat je het ook wil noemen. Jarenlang hield ik mezelf en anderen op een onbewust niveau. Om mezelf te onderwijzen en uitdagen ontwaakte ik latente kennis waarvan dat ik eigenlijk niet wist dat ik ze had. En de kennis rond de vlammen is hier één van. Na de eerste healingcursus die ik volgde, wist ik het wel. Healen is een natuurlijk talent. Ik hoef er ook niets voor te doen. Het gaat als vanzelf. Mijn handen gaan stralen, vibreren van zodra iemand in mijn buurt komt die healing nodig heeft. En ik moet maar aan energie denken, zoals nu bijvoorbeeld, en de stroom van ze straalt gewoon door mijn handen heen. Dat zijn ook die stralen waarbij ik het talent heb, is omdat ik verbonden ben met het sterrenvolk van Arcturium. En dat is een hoogontwikkeld volk, dat zijn meester healers eigenlijk, die leven in 16 die en hoger. Samen incarneren we op aarde om onze medemensen en zielenfamilies te helpen, het healen en te ondersteunen op het pad van bewustwording en essentie. En dus één van mijn taken is de mensen bewust te maken van healing en vooral te vertellen en stralen. Nu, healing is iets wat eigen is aan een ontwaakte ziel. En veel mensen ze vergeten hoe dat we onszelf kunnen healen. Hoe dat we met andere woorden op een natuurlijke manier het immuunsysteem kunnen activeren en het zelfregulerende systeem van het fysieke lichaam kunnen werken. Healing via stralen, via energie, is onzichtbaar voor iemand die niet gaderziende is, maar daarom is het niet minder krachtig, in tegendeel. Ik zou zeggen, wrijf je handen tegen elkaar. Voel je de warmte? Wellicht wel. Maar zie je de warmte? Nee. Als je geen infrarood ogen hebt, dan ga je de warmte niet kunnen zien. Maar je voelt het wel. Wel, werken en healen met de vlammen werkt eigenlijk op dezelfde manier. Een healing ontvangen of vragen, dat doe je via intentie. En dat maakt dat healing op afstand even efficiënt is dan wanneer het persoonlijk, dus fysiek, één op één gebeurt. Zorg ervoor dat je eigen overtuigingen voor het ontvangen van hogere energieën niet blokkeert. Want dat is het enige wat ervoor kan zorgen dat je die healing vangt. Namelijk omdat je er niet zou in geloven. Want vergeet ook niet dat je gedachten superkrachtig zijn en je manifesteert de realiteit, jouw leven, zoals dat jij denkt dat het kan gebeuren of zal gebeuren. Nu, een heel eenvoudige manier om jezelf te healen is door te werken met de gouden vlam. De gouden vlam is verbonden met de energie van de bron, de centrale zon. En het vertegenwoordigt de mannelijke energie, de vaderenergie, maar ook structuur, kracht en moed. Dus wat je kan doen, is de komende dagen de gouden vlam aanroepen en vragen dat deze energie via die gouden straal doorheen je lichtlichamen stroomt tot in elke cel, elk atoom, elke molecule, echt volledig je energie valt. Vraag ook de gouden straal om door al jouw chakras te stromen via je kroonchakra, dus bovenaan, tot in de kern van Moeder Aarde om zich daar te verankeren. En dan kan je visualiseren dat er vanuit de kern van de aarde, wat dat ook een diamant is, een regenboogstraal helemaal omhoog komt, door je lichaam heen stroomt, helemaal door je kroonchakra en zo geeft in de centrale zon. En met deze visualisatie versterk je niet alleen je eigen verbinding met de aarde, maar je verbinding met de bron hersteld is. Je ontvangt hierdoor een betere innerlijke leiding en je doet je lichaam dienst door open te staan om die zuivering van de bron te ontvangen. In het boek staat ook beschreven hoe je met de wit-gouden vlam kan werken. Er staan ook 6 dingen met de vlammen in deel 2 van het boek. Je kan ze daar rustig nalezen. Als je deelnemer bent van het groepstraject Zelfrealisatie van een hartgedrag en bewustzijn, dan ontvang je die ook en nog veel meer transmissies in de vorm van een audio of een video, naar gelang ik het doorgekregen heb. Nu, dat gezegd zijnde, eenheid is een hoogfrequente energie. Dat is verbonden met de diamanten gouden energie van de bron. Als je bewustzijn hebt verankerd in je fysieke lichaam, ben je verbonden met alles om je heen. Eenheid in jezelf brengen helpt je terugkeren, maar je staat van terug naar je natuurlijke staat van zijn, namelijk een lichtwezen, een energie in een kristallijn lichaam. Maar je lichaam is een kristal met zijn eigen bewustzijn, dus moet je het ook als zodanig behandelen. Je kan gaan samenwerken met je lichaam, je kan vragen wat het nodig heeft, maar vooral is het dat je lichaam de vorm aanneemt, zodat het optimaal is voor deze incarnatie en voor je hoogste goed. En dat zal voor iedereen er ook anders uitzien, en dat is oké. Okay. Hoe zuiverder jouw energie, hoe zuiverder jouw lichaam is om als kanaal te dienen, en dus om die energie van de vlammen en de stralen te gaan ontvangen.
Meer nog, je lichaam is in staat om die hogere energieën te verankeren op aarde, waardoor je zelf ook meer licht gaat gaan stralen. En dan is onmiddellijke manifestatie een feit. Want als je één bent met alles om jou heen, dan ben jij al jouw manifestatie. Je bent niet gescheiden van je droom is in jou en jij bent je droom. Laat dat even bezinken en herhaal een keer de video, anders een paar minuten, dan kan je nog eens de boodschap opnieuw horen. Wat ik je nog wil meegeven in deze video is, we zijn niet immuun voor angst. En er zit angst in elk van ons, ook in mij. Maar weten dat angst een illusie is, helpt om ermee om te gaan. En dan kan je kijken wat dat de angst getriggerd heeft. Welke gedachten erachter de angst schuil gaan. Angst en zorgen zijn niet schappen van de bron. En dus is er ook geen enkele wet die dat ondersteunt. Maar het ook altijd zo lastig. De diamantenvlam is op één na dichtste frequentie bij de bron. Dus door een diamantenvlam heeft de trilling van de bron. En ze omvat eenheid en onvoorwaardelijke liefde. En eens dat jouw energiesysteem de diamantenvlam belichaamt, dan verspreidt je eenheid en onvoorwaardelijke liefde gewoon door je rond te lopen. En dus wanneer je jou afgescheiden voelt van de rest, kan je de vlam van eenheid oproepen om je energieveld te vullen. Dus een gouden diamantenvlam. Voordat ik de video afsluit, wil ik het ook nog even hebben over het gebruik van rituelen. Werken met kaarsen, de maan, aromatherapie en nog zoveel meer zijn beschikbare en tastbare middelen om manifestaties teweeg te brengen. Maar nu dat je weet en geleerd hebt dat je verbonden bent met alles om je heen, zal je ook begrijpen wat ik je nu zeg. Bij het gebruik van rituelen geef je jouw manifestatiekracht uit handen. De bron van alles stroomt door je heen. En in plaats van te focussen op allerlei rituelen en die uit te proberen, gebruik je beter de verbinding om met jezelf, met de bron, om te manifesteren vanuit je eigen energie. En dat vraagt natuurlijk van jou om zuiver te worden, omdat je dan ook je zuiverde manifestaties zou krijgen. Nu, het is belangrijk om te weten waarom dat rituelen werken. Rituelen werken enkel en alleen omdat je erin gelooft en omdat je het vertrouwt. Maar eigenlijk, het belangrijkste ritueel dat je eigenlijk mag gaan doen, is jezelf gaan vertrouwen. Want rituelen kunnen ook negatieve of laagtrillende energieën aantrekken die van jou, die jouw levenskracht eigenlijk proberen te gaan misbruiken. Het is echt een gevoeden van jouw energie om meer controle en macht te gaan verwerven. En denk maar aan de geschiedenis van verschillende religies, sectes, communes. Van zodra je iets of iemand buiten jezelf verafgoot, breng je jezelf in diskrediet en ondermijn je eigen kracht. Dus net daarom moet je de verantwoordelijkheid leren nemen over je eigen groei. Het boek en de video's zijn er als een hulpmiddel voor persoonlijke groei en zelfrealisatie. En eigenlijk anders nodig dan de liefde voor het leven en de liefde voor jezelf. En de 96 vlammen zijn dan je leraars, je healers. Bovendien is het belangrijk om te weten dat niet alle rituelen nog aangepast zijn aan de hogere 5D-energieën. En ze zijn dus eigenlijk trager. Plus, we houden bovendien geen rekening met het feit dat er verschillende zaken nodig zijn om de kracht van de ritueel te begrijpen. Laat staan dat we ze dan ook altijd correct en succesvol gaan uitvoeren. Maar alles wat je om je heen ziet, is ontstaan uit al wat is. En als je de levensboom of de Tree of Life hebt bestudeerd, dan ga je ook zien en weten dat dit op een beelden manier getoond wordt. Alles om je heen heeft een plek op die levensboom, gaande van de citroen, de zee, engelen, draken, maar ook jouw gedachten en emoties die je hebt. Die horen allemaal ergens thuis op jouw levensboom. En die levensboom wordt ook weerspiegeld in je lichtlichamen. En zo zie je maar dat alles met elkaar verbonden is. En net daarom is het zinloos om rituelen te doen zonder het fundament en de wijsheid erachter te kennen. Je mist als het ware belangrijke informatie om te volle van de manier te kunnen genieten. En zolang er blokkades in jouw systeem zitten, dan zal er bovendien ook geen enkel ritueel het beoogde resultaat tonen en brengen. Dus gebruik je energie en kracht dus wijs. En werk liever aan de trauma's en de pijnen die bovenkomen. En leer meester te worden over je gedachten. En hou elke overtuiging tegen het licht, zodanig dat je die kan evalueren en kijken of dat die gedachte nog bij je past en je hoogste goed dient of niet. En in dit tijdperk, waarin dat we de gouden eeuw aan het vormgeven zijn, moet iedereen de mogelijkheid krijgen om zichzelf te healen. En daarom is het belangrijk dat er meer bewustzijn komt over onder andere het werken met de stralen en de vlammen. En dat is niet alleen sneller dan de gekende huidige healingsmethoden. Werken met de stralen en vlammen is gewoon efficiënt en is aangepast op de hogere energieën op aarde. Reiki en Shambhala bijvoorbeeld, die trillen te laag, te traag eigenlijk, om de trauma's die nu naar boven komen, door verankering van die hogere energieën, om die voldoende diep te gaan healen. Dus inderdaad, er gaat er wel healing gebeuren, maar die healing gaat niet snel en niet diep genoeg gaan. Dus daarom is er nood
aan een nieuwe manier van healing. Tot slot, hoe dieper je jezelf heelt, hoe energiek kan worden. Maar ook hoe dieper de schaduwen, de twijfel en de trauma's die naar boven komen, ook die zullen geheeld worden. En hoe dieper dat die zijn en die geheeld worden, hoe hoger je zelf zal kunnen vliegen in. En dan ga ik deze video afronden met nog een boodschap van de Universele Vlammen via de orakel. Voilà, vandaag hebben we één boodschap. En je kan het zo gek niet bedenken, maar ook nu past het weer perfect bij wat we aan het bespreken zijn. Visualiseer een zuil van licht door al je lichamen en chakras. En ook hier, het maakt niet uit de kleur, het liefst niet wit. Witte kleur is nog steeds verbonden met dualiteit, wit en zwart. Dus als je wilt gaan groeien en meer wilt gaan verankerd worden in eenheid, en eenheidsbewustzijn, werk dan samen met de diamantenvlam. Werk samen met de gouden vlam. Werk samen met de gouden diamantenvlam. Werk samen met de zilveren vlam, als je meer rond de vrouwelijke energie wil gaan werken. Maar gebruik nooit de witte vlam in één enkel kleur. Voeg er altijd iets aan toe. Zo, dat was het voor nu. Tot in de volgende.